Luister, Doggo. Ik snap dat het een meme is en alles. Maar kun je alsjeblieft stoppen met het staren naar Mario's? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer. Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. De vorige aflevering hebben we ik weet niet hoeveel maanden gevonden. Volgens mij had er iemand gecomment 17 of zoiets in dit trend. En in deze aflevering gaan we de resterende manen in deze wereld halen. Nou zijn er een paar dingen waar ik het natuurlijk over wil gaan hebben, net zoals de titel van deze video. En de meme die eraan vastzit, dat heb ik een beetje beloofd in de vorige aflevering. En deze paarse muntjes die zijn zo evil. Just saying. Maar goed, in ieder geval even over... Oh, die heb ik altijd al willen proberen. No way. Dit is mij nog nooit gelukt. Oké, dit is echt awesome. Trouwens, hebben jullie door dat dit postcommentary is? Want ja, het foutje wat in de vorige aflevering is, zat nog steeds in deze aflevering. Nee, ik denk gewoon... Daarom heet deze video ook gewoon de vloek van Mario Stables. En de reden waarom dat ik dat heb gedaan is gewoon heel erg simpel. De meme was, dit spel kwam uit. Letterlijk, dit spel is uitgekomen. En dat is lucky. Dat is lucky dat ik hem daar nou tegenkom. we hebben de eerste maan. Vogelspot in de woestijn. Deze kun je bij, volgens mij, het makkelijkste bij de leek. Hier zit er gewoon nog eentje. Ik voelde gewoon de controle hier trillen. Maar volgens mij kun je de vogel het makkelijkst krijgen bij de oasis. Dat zit ergens aan de rechterkant in het zuiden, geloof ik. Maar goed, ik zit heel even te kijken waar we nou het beste naartoe kunnen gaan. Want ja, nou moeten we dus alle manen gaan halen. En ik wil de meeste manen wil ik uit mijn hoofd gaan meenemen. Maar even terug over de meme. Dit spel kwam uit en iedereen die dit wilde toen ze dus de boxershort outfit zagen. Letterlijk de boxershort outfit. Het probleem met de boxershort outfit was gewoon... Mario had tables. Ja. En de reden waarom dat ik het dus zo zeg is omdat het internet er helemaal wild over werd. Omdat hij dus... Nou ja, het is de normaalste zaak. Maar goed, omdat dat dus te zien was. Ik sta spontaan tegen mijn microfoon aan. Maar ja, iedereen ging er wel. En daarom gaan we maar gewoon de boel censureren. Heel erg simpel in ieder geval. We kunnen walljumpen voor de muntje te pakken. En ik wil deze deur heel eventjes gaan doen. En ik ben aan het opnemen, dus Eevee, hou eventjes shush. Dank je. Want hier zit ook een secret to everybody. Nou hoop ik dat ik dit uit mijn hoofd nog kan doen. Even kijken, volgens mij... Oh, nee. Ik was er een blokje naast. Oeps. Nou ja, het voordeel is dat, dat je gelijk daar eigenlijk respawnt. Dus dat heeft geen knip nodig. Maar hier zit dus... Ja, je kunt de vloer zien door die gozers aan de onderzijde. Je wil je pet inderdaad heel even op dat bochtje gooien. Want ja, daar zit een man. Die is eigenlijk best wel sneaky, omdat het namelijk in de overworld weer niet werkt. Dus hier heb ik in mijn testfile, daar heb ik gewoon echt de amiibo-truc voor gebruikt. En ik wil jullie zeker de amiibo-truc ook in deze aflevering laten zien hoe dat precies werkt. Want in deze aflevering gaan we dus voor alle manen. Dus ik heel eventjes te denken, want ik wil eigenlijk die gozer niet gebruiken. Nou ja, die zijn zelfs nog te halen met de petten. Zit daar onder een plateau, daar hoef je geen zorgen op, maar dat is altijd fijn. En als ik me niet vergis, wat is nou hier in het midden? Nee, het is hier niet in het midden. Oeps. Weer dezelfde fout. Faal, faal, faal. Oké, nou ben ik toch eigenlijk nieuwsgierig waar dat in nou precies zit. Oh, het zit er hier eentje lager. Ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Ja. Oké. Maakt niet echt zoveel uit. Daar hebben we in ieder geval de maan van. De deur. Ook de, nou ja, volgens mij meeste deuren echt iets van... 95%. Van dit soort puzzelstages, die hebben volgens mij twee manen. Eén hidden en één main maan. Dus ja, ben je op zoek naar manen, dan is het wel fijn om te weten hoe, wat, waar, wanneer en hoezo een half wit gesneden. Hoe vaak ga ik dat nou nog zeggen? Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval eventjes over het kostuum. Waarom hebben we gekozen om dit kostuum aan te trekken? Er is dus een kijker geweest en die had dus als favoriete kostuum... de boxershot neergezet. Dus nogmaals, ik wil jullie echt vragen, jongens. Laat me weten wat jullie favoriete kostuum is. En hier hebben we het slick jumping, want je kunt hier bovenop komen zonder dat je dus, hoe heet dat, de puzzel hier in dit huisje oplost. Dat kan ik even laten zien. Maar laat even weten wat je favoriete kostuum is. En waarschijnlijk draag ik het dan wel in een van de opkomende afleveringen.
In ieder geval, hier, Indiana Jones-stijl, eventjes hier doorheen rollen. Krijg je de tutorial van het rollen, niemand zit erop te wachten. Ik speel eventjes wat tijd in verband met dat we namelijk nog eens een keertje dat hele muur gaan botsen. Maar we hebben de maan, race tegen de klok nummer 1. Yay! Trouwens, voor de tellers, het is heel erg makkelijk. Je ziet de manen en één rij is 10 manen. Tel maar na, ik zeg serieus, hartstikke makkelijk. Op dit moment hebben we 43 manen in deze wereld. Leuk! Even kijken, dan kunnen we een Jaxie hebben. Nee, we gaan hier naar binnen. Lijkt me het makkelijkste. Lol. Wat een lol. Gaan we hier... Nice. Ik vind de bullet bills eigenlijk best wel grappig. Alleen, ja, het is getimed. En ik heb elke keer een beetje een heel slecht gevoel voor tijd. Ik denk echt letterlijk dat je gewoon die bullet bills 12 uur kan gebruiken. Oké, dat is eigenlijk een grapje van nu meemaken. In ieder geval, hier hebben we nog 6 purple coins. Het nadeel vind ik wel van purple coins, jongens, is als je purple coins gaat missen... Ja, dan succes met ze te vinden. Ik bedoel, het is al open world. Je hebt al ik weet niet hoeveel manen. Je hebt geen hintsysteem, zover ik weet, naar de purple coins toe. Dus succes met alle purple coins te vinden. Oké, nou in ieder geval ever so slow. Dan vraag ik me af of ik dit wel kan gaan halen. Ik bedoel, serieus. Gewoon langzaam. Oh, we knipperen. Oké, we hebben het gehaald. De omweg van Bullet Bill. Echt die naam, jongens. Echt serieus. Maar in ieder geval, dus ja, het hele internet daar ging dus wild in verband met dat Mario die had tables van de IKEA. En de vloek die heeft er ook nog eens een keertje voor gezorgd dat ik dus het probleem heb dat de oorspronkelijke audiocommentaar dus een gigantische echo heeft. En op zich bij de Sphinx werkte het, maar als je constant de audiocommentaar in een echo stem hebt, geloof me, dat gaat irriteren. En ik wil wel een beetje zorgen dat jullie goede kwaliteit hebben. Dus vandaar heb ik gekozen om dit opnieuw in te spreken. Hoezee voor nog een maand. Yay! Dat was mijn vraag eigenlijk ook aan jullie. Vinden jullie deze speelstijl wel fijn? Weet je wel, van tot we eerst alle manen gaan pakken. Er is sowieso nog tot we een keertje terug moeten. Sowieso. Maar vinden jullie het wel de speelstijl fijn dat ik alle manen laat zien die je op dat moment kan halen voordat we naar de volgende wereld gaan? Ik weet dat de story een beetje aan de slow kant gaat. Maar ik bedoel, dit is pas aflevering 4. En kijk hoeveel manen dat we hebben. Even kijken, volgens mij... Wij hadden we daar ook een... Even kijken hoor. Ja, we gaan hiervoor. Waarom ook niet? Deze is eigenlijk best wel lastig. Want je moet dus lopen over een balkje. Dat balkje wordt onzichtbaar gemaakt. En de enige richtpunten die je hebt... Trouwens, best wel grappig hoe dat je dus zo de muntjes te pakken kan krijgen door de dus zijwaarts en... op B te drukken. Dan kun je dus de muntjes te pakken krijgen. Het enige nadeel is als je dan per ongeluk je joystick terugstuurt, dan ga je de hele route terug. Dat is eigenlijk best wel vervelend. Maar goed, in ieder geval, de smalle balk hier, die is dus heel erg lastig omdat die dus verdwijnt. En de enige richtlijn die je hebt is nu de sleutel en daarna eigenlijk de maan. Dus je wil heel voorzichtig, maar ja, zoals je hoort, het is getimed, dus je moet ook nog eens een keertje opschieten. En ik ga nou gewoon proberen om te kijken. Ah, nee. Je zou er ook een jump naartoe kunnen doen. Even kijken. Ah! Moet ik dan zelfs een duik doen? Jeetje, hoe wil je dat je die sprong gaat? Het is mogelijk in ieder geval. Het is mogelijk. Oké, ik ga het nou anders gewoon proberen. Ik ga nou gewoon proberen vanaf hier terug te springen. Eens kijken of dat mogelijk is. Oh, nee, backflip. Oké, nog een keer. Mis. We ever touch the sound of carefulness. And I see a moon over there. Walking carefully in the air. En we hebben hem. Nice. Nou zat ik heel eventjes te denken, en trouwens jongens, sorry als jullie bromgeluid op de achtergrond haren, maar... De permanent verbouwen! Nou ja, eigenlijk niet, we hebben renovatie op het moment, dat is best wel vervelend. Maar in ieder geval, ik ga even kijken of ik hier de slick jump kan doen! Nice! Want hier zit namelijk een secret to everybody. Weten jullie nog in de vorige aflevering tot we twee zaadjes hebben gevonden? Hier ligt de derde zaad. Even kijken, daar hebben we hem. En daarvoor heb je dus die bloem nodig om naar boven toe te springen. En ja, die wil je dus bij de bloempotten neerleggen. Dus kijk wel uit dat je de zaad niet per ongeluk over de afgrond. Als het goed is, spant hij gewoon weer terug op de oorspronkelijke plek. Maar je wil natuurlijk wel uitkijken tot
je hem niet over de ledge heen gooit, want dat is vervelend. In ieder geval, ik breng hem heel eventjes naar de bloempotten, dus we doen hier al eventjes een jump cut. En daar zijn we al. Oh, kijk nou nog eens. Die andere twee staan al volledig in bloei. Oké, ik ken die nikken, dat is overduidelijk, maar... Wauw. Kom op. Echt dingen gooien, dat is best wel lastig. Ik heb de laatste tijd heb ik heel erg veel Spyro gespeeld. En ja, daarin heb je dus gewoon een aim cursor. Oké, worden dit de twee snelste manen ooit? Ah, ik haalde daar, maar dat was iets van 2 seconden? 2 seconden of zo? Ah, in ieder geval, nice. We hebben weer een paar manen. Zeker leuk. Kijk, we kunnen hier ook nog een heleboel doen. Er zijn nog een paar munts die we kunnen vinden. En volgens mij... Niet is. Nou ja, zo komt het. Even kijken. Ik zit er namelijk heel eventjes te denken waar ik het hier ook alweer over had in de oorspronkelijke audio-commentaar. Want vergeet niet, door de vloed van de table heb ik dus geen idee waar we het meer over hebben. Even kijken, die hadden we ook al. Om toch heel even eerlijk te zijn, jongens, moet ik wel zeggen dat het best wel vervelend is dat ik nou post-commentary moet gaan doen. In ieder geval, we zijn nu hier bij de Paarse Swamp. En als je daar dus een beetje verder naar het zuiden toe gaat, dan zit daar een cactus. En die cactus heeft ook nog eens een keer een maan. Dat kwam ik heel toevallig tegen op het moment dat, want ik wil eigenlijk naar de oase toe gaan. Dus vanaf dat swamp, nou ja, ik noem het gewoon een swampstukje, het is een gifstukje. Maar in ieder geval, als je vanuit daar naar het zuiden toe gaat, dan ga je naar de oase toe. En daar kunnen we wat manen gaan halen. Dus dat was eigenlijk een beetje de richting waar ik naartoe wou gaan. Dus altijd handig als je dat soort random dingen tegenkomt. Want ik weet zeker dat dat de oorspronkelijke audiocommentaar ook was. Ik haat de vloek van de table. Maar goed, even kijken. Hier hebben we, even kijken. We hebben hier die vogel, maar die vogel die hebben we al eerder op een lucky manier te pakken gekregen. Dat vliegende eilandje wat je in de verte zag, daar zit een maan, maar daar kunnen we niet komen. Daar kom je via een speciaal manier. Het grappige is, dit soort manen die je hier vindt, dan trilt de controller extreem tot er dus een secret verborgen zit. Dus altijd wel handig om te weten. Even kijken, want hier willen we nou de grote vis vangen. Even kijken. Het zijn kleintjes. Kleintjes boeien me niet. Morning. Nice day for fishing, ain't it? Dat op een dinsdag, jongens. Nou, je wilt dus echt tot die jouw kant op... Dan komt die vogel even langs, waarom ook niet. Maar je wilt dus echt op het moment dat hij hem raakt... Ja, dan wil je drukken. Button bashen. En we hebben een cheap cheap. Yay. Makkelijkste maan ooit. Nou ja, het grappige is... Vond je dit leuk om te doen? Doe het nog een keer. Echt. Ja, letterlijk. Doe het nog een keer. Het is een beetje meer omdat het dan verborgen zou zijn. Dan vraag ik me even af. Is het wel degene die... Volgens mij is het dezelfde vogel. Maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, in ieder geval screw it. Volgens mij is het dezelfde vogel. Even kijken. Want als we hier naartoe gaan, dan zien we hier ook zandvissen. De zandvis. En er zit ook een grote bij. En ik serieus, schok je nou omdat ik mijn engel uitgooi? Oké, whatever. Even wachten tot die reappeert. Hoe is het mogelijk, zegt dat hij daarvan schrikt. Oké, komt u maar. En dan gaan we... There we go. Brommen op de achterkant. Ik weet niet hoe, maar opeens lag ik onder het zand. Wat een geluk dat jij hier net ook voorbij kwam. Dankjewel, Toad. Oh, en er lag ook nog een maan onder het zand. Als dank dat je me hebt gered, geef ik hem aan jou. Goed? Graag. Ik bedoel, we hebben manen te weinig. Toadbaas. Serieus, noem gewoon Captain Toad. Kapitein Toad van mij apart. Hoezo Toadbaas? Soms de vertalingen die slaan helemaal nergens op. Maar hey, het is een Nederlandse let's play. Dus we hebben de tekst gewoon in het Nederlands. In ieder geval voordat ik het vergeet. 4 paarse muntjes. Want nou ja, ik ben de editor. Dus ik ben niet degene die nu speelt. Want het is post-commentary. En ik kan jullie al vertellen. Er komt dadelijk een extra clip. Omdat ik een paar muntjes vergeten ben die ik niet kan vinden. Dus er komt daar een extra clip voor. Dus editor's note. Weet je wel, als ik al aan het praten ben over de toekomstige ik, dat ben ik dus nu. En ik stoot weer tegen mijn microfoon aan, zo erg is het. In ieder geval, hier in de palmboom, daar zit een muzieknoot. Die 6 muzieknootjes die willen pakken voor, you guessed it, another moon. Spintrucje, heel erg handig om te doen. Spring even over, oh. En natuurlijk ben ik op tijd. Waarom twijfelen jullie over mij? De volledige ik die weet wat ik doe. Ik kan het zo gek maken als ik het zelf wil met mijn audio commentaar. Zo erg is het. Al moet ik wel zeggen dat ik heel blij ben dat het in open armen wordt ontvangen, jongens. Dus ik weet niet of het gaat zeggen tot let's plays en het algemeen weer terug gaan komen. Deze let's play sowieso. Ik ga mijn best doen om dat volledig volkomen te...
Ja, om hem volledig dus af te maken. Niet zoals die onafgebroken shizzle die we eerder hebben gehad. Dus deze wil ik echt proberen helemaal tot het eind door te spelen. Even kijken, waar gaan we dan naartoe? Dat hebben we gedaan. We kunnen nog eventjes in de tempel. We hebben nog wat in de ruïnes te doen. Volgens mij zat daaronder nog iets, maar dat weet ik ook niet meer zeker precies. Het grappige is namelijk van, ik wil jullie de amiibo's zeker laten zien hoe dat die werken. Maar ik wil eerst alle manen die ik uit mijn hoofd ken eigenlijk doen. Dus, even kijken. Volgens mij is dit het makkelijkste om eventjes naartoe te gaan. En sowieso, we hebben nog wat paarse muntjes te vinden. Dus in dit level zijn er 100 te vinden of zo. Dus, we kunnen hier in ieder geval een Jaxi nemen. Dat is altijd nog fijn. Maar ja, in ieder geval maak je geen zorgen dus. Deze let's play, die willen we. Waar is de rem op dit ding? Willen we dus eigenlijk helemaal afmaken. Nou, in ieder geval, de reden waarom dat ik hier naartoe liep is, je hebt die 5 cactussen. En dan wil je met een Jaxi wil je dus een cactus omver lopen. En daar zit een maan in. Best wel random, maar maan. Er is een manier om te vinden hoe en waar dat je dus de manen kan vinden. En die laat ik jullie dus zo in een ogenblikje zien. Even kijken. Deze die hadden we ook al. Want dit is waar dat, die taxichauffeur lag. En dan heb je hier dus de gevallen van een taxi. En, oh nee, niet deze quest. Ik haat deze quest. Deze Wooloos. Kom op jongens, mijn kanaal heet Stevie. Natuurlijk moet ik een Pokémon reference maken. Maar deze Wooloos die moet je dus brengen naar een of andere mafcase. En die is zijn schapen kwijt. En nou zit ik eventjes te zoeken volgens mij. Oh, we hebben paarse muntjes. Heel belangrijk. Hoeven er nog maar 15 jongens. We hebben ze bijna. Ik heb al gezegd dat ik er een paar vergeten ben. En dat ik mijn eigen rot zoek naar die klote dingen. Maar ik zit wel even te kijken. Waar zit die schapenhoeder? Die mafkees. Haha, vat je hem? Schapenhoeder in verband met Odyssey. Alles is goed. Slechte grap. Sorry daarvoor, jongens. Volgens mij zit hij aan die kant. Die maan op de pilaar die gaan we zo meteen pakken. Dus geen zorgen, zoals ik al zei. We gaan hiervoor praktisch bijna iedere maan die we dus kunnen vinden. En ik ben bijna weer terug op het punt waar dat we oorspronkelijke audiocommentaar hebben. Maar daar heb je dus de plek waar dat je ze naartoe moet brengen. En die gast daar van binnen, die is echt zo van... Ah, hallo avonturier! Mijn schapen zijn weggerend. En ik heb een held nodig, zoals jij. Ja, 3. Ga weg met je 3. Ik heb een dappere held nodig, zoals jij, om ze te vinden. Wil je dat voor mij doen? Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, serieus, wie wil een Dirt League? Ha, hallo adventurer. My ship have run amok. I'm even brave adventurer like you. Skip! Halen die domme schapen wel. Het probleem is, ik heb die andere heb ik net helemaal naar ver weg gestanden ondertussen. Het is eigenlijk best wel iconisch hoe dat we hier nou in onze zwembroek rondlopen, weet je wel, in de Sahara. Dat het hier nou zo gigantisch warm is. Maar om nou helemaal naar de andere kant te moeten gaan vanwege een stom schaap. Nee, geen fan van. In ieder geval, je wil je hoed er tegenaan smijten, weet je wel. En dan stuiter je ze behoorlijk ver een bepaalde kant op. Kom je dichtbij ze in de buurt, dan rennen ze van je af, waardoor dat je ze makkelijk kan sturen. Zo moeilijk is de missie gelukkig niet. Je hebt echt in heel veel spellen tot dit soort missies komen, weet je wel. Tot er dus insert dier hier, insert aantal hier en verzamel ze hier, weet je wel. Ocarina of Time, de koekoes. Spyro, heb je ook van die soort van geiten of iets die je dan naar zo'n hekwerk moet brengen voor een tingemajing. Er zijn zoveel spellen die het hebben. Nou, alsjeblieft, daar is al 2. En de derde die zat best wel dichtbij. Dan hebben we weer die vogel. Echt serieus, die vogel die volgt ons. Als we nou niet de table grap hadden gemaakt, weet je wel. En de table meme. Dan hadden we het gewoon over de vogel gegooid. Nou ja, eigenlijk was het oorspronkelijke idee om het over de paarse muntjes te gaan hebben. Maar ja. Ik bedoel, het is een bekende meme. Iedereen die kent de meme. Nou, hoppakee, ren erin. Maan. Jongen, jongen. Thank you, brave hero. En hier heb je je maan. En hier heb je echt heel erg je Engels Nederlands. Waarom ook niet? Oké, nou hebben we die gedaan. Even kijken. We zouden naar die pilaar toe kunnen. We kunnen ook even kijken. Om volgens mij... Ja. Ik zit nou heel even te kijken. Verledige ik. Wat ben je nou aan het doen? Waar ga je naartoe? Wat is dit? Oh, jij gaat nou daar naartoe. Tuurlijk ga je nou daar naartoe. Spoiler jongens, even je oogjes dicht doen. Dit is spoiler area. Je komt namelijk in een wereld, kom je schilderijen tegen. En die warp je naar een andere wereld toe op een bepaalde locatie. En alleen op die locatie kun je dus een maan te pakken krijgen. En dit ziet er heel oncomfortabel uit. Een beetje outfit. Zoals we al zeiden, de vloek van de table.
In ieder geval oogjes dicht, jongens. Want dit is een sluiproute naar Spoiler Town. Is dit een ander rijk? Weet jij waar we zijn? Ik heb geen idee. Is hier een sluiproute naar Spoiler? Spoilers! Mag ik terug? Hallo? Ik heb me nou niet verteld dat ik je vastzet. Ik bedoel, nee. Ik zeg juist. Dit is al een huge spoiler. Nee. Zoals Stanley Parable zei. Dit mag je nog niet zien. Oké, we zijn. Oké, skip. Ik hoef dat niet nog een keer te zien. Dank je. Oh, jeetje. Oké, nou, in ieder geval, die hebben we nou ook gedaan. Het grappige is, die maan, die telt dus nog niet mee. Die zien we niet op deze lijst staan. Die staat alleen maar in die wereld op de lijst. Dus, die telt nog niet mee. Dus, komen we in die wereld, dan hebben we al spontane maan. Ja, deze kunnen we ook doen. Deze is eigenlijk best wel makkelijk. Deze kun je op twee manieren doen nadat we een injectie bij ons hebben. De eerste manier is long jump! Waarom? Verledig ik serieus, je mist daar zeker een long jump. Oh boy. Nee. Oh, dat is echt een frame. Retry. Nou, weet je wat? Ik heb een beter idee. Ik wil eigenlijk de Jaxi-manier eigenlijk proberen. Altijd heb ik het gedaan via de oorspronkelijke manier, zoveel mogelijk longchips. Maar ik weet wat het namelijk te doen is met een Jaxi. Want ja, je rent gewoon over het gif heen, hè. Richting de maan en je hebt hem. Dus ja, met een Jaxi is het ook zeker te doen. Hartstikke gaaf. Eens eventjes kijken. Want volgens mij zitten daar nog een paar paarse muntjes die we kunnen krijgen. Hier nog misschien een groef. Want de paarse muntjes, echt serieus. De paarse muntjes die zijn heel erg sneaky geplaatst. Dus op sommige plekken heb je echt zoiets van, wacht even, zaten hier nog paarse muntjes? En ja, dan weet je wel, zit daar niks. En dan kom je op een plek waar eigenlijk helemaal niks zit. En dan zitten dus ergens in een klein inhammetje van een muur. Daar zitten dan, je paarse muntjes. Super gemeen. Maar goed, eventjes kijken. Want ik ben er heel even aan het uitpuzzelen wat mijn verledige ik aan het doen is. Is heel raar en heel awkward. Volgens mij gaat hij nou naar de zijkant toe om te kijken of daar nog wat paarse muntjes zaten. Want even kijken. Die hebben we daar gehad. Ja, we gaan hier over de muur heen. En als je dan... dat is een van die inhammen waar ik het over heb. Kijk, zoals daar. Zie je dat? Net bovenin in het midden van het scherm. Daar zie je dus net die inham van... Daar zit iets. En dan weet ik niet of die maandag ook al gedaan hebben. Want volgens mij zit er ook een deur. Daar zit in ieder geval de vloek van de Sphinx met de echo-stem. Waardoor dat ik nou post-commentary moet doen. Hartstikke leuk. Oké, we springen hier naar boven. Ik weet niet. Volgens mij is het alleen maar voor paarse muntjes. Ja, het is alleen maar voor paarse muntjes. Dit bedoel ik dus. En dan denk je bij eigen, weet je wel, op het moment dat je hierboven bent. Dan zit je echt zo te zoeken van, maar wacht heel eventjes. Het valt gewoon niet op. Het is zo verborgen. En er zit geen maan bij, dus je hebt geen aanduiding van... Hé, hey, hier zit nog een paar smutjes. Dus je moet echt in ieder hoekje en in ieder gaatje kijken... waar dat je dus, zeg maar, de paar smutjes kan vinden. Nou ja, we hebben er nog 12 te gaan, dus ik zoek heel eventjes verder. En anders even bij een maan, dus eventjes weer een jump out. Nou ja, nou dat we hier in ieder geval boven zitten op de toren. Daarboven er zitten een paar maanden met de Jack. Je hebt daar aan de rechterkant, zag je dus net al de glider. Die pakken we zo. Het grappige is, hier kunnen we... Ja, ik... de editor, ik weet alle manen. Deze maan kunnen we sowieso pakken. Die wil je raken met je hoed en hoppakee, je hebt de maan. De tweede is via een Jackson. En als je daar voor ons kijkt... Daar zie je een staart sparkelen. En ik heb het daar gewoon totaal niet door. En ik heb echt zoiets van... Oh nee, kijk eventjes, dit is van het raadsel. Je hebt hier namelijk maar 5 standbeeldjes. En daarom gaven het antwoord eigenlijk 6, weet je wel. Omdat hij dan namelijk een gokker noemt. Maar ja, je kunt hier dus een Jaxi oproepen. En dan kun je op die plek terechtkomen. En dan krijg je dus ook een maan. Maar die andere maan die we dus net zagen sparkelen... Die vergeet ik spontaan. Dus... Sterker nog, ik kan jullie ook vertellen dat hier ook mijn realisatie komt dat mijn audiocommentaar niet werkt. Dus ja, hij herinnert zich zijn plek. Wij hebben de maan. En volledig ik neem het maar weer over. Dan kan ik weer gaan editen. Ik heb de hele tijd een echo-stem gehad. Oh nee. Hopelijk kan ik die nog weghalen. Oh nee. Oh nee. Oh nee, post-commentary it is. Ik wou een grapje uithalen en ik heb een fout gemaakt. Oh nee. Ik ga kijken hoe irritant dat het is en of ik het nog kan reduceren. Oh, nou ja, in ieder geval. Laten we deze maan maar pakken. Oh nee.
Oh, ik baal nu als een stekker. Ik baal nu echt zo hard. Dit menen we. Om opnieuw te zweven? Nee, daar hebben we geen zin in, Cappy. Ik ben nou teleurgesteld in mezelf. Ik ga gewoon van deze klif afspringen. Don't stop me. Nee! Nou, het grappige is, dit is eigenlijk het punt. Ik baal hier echt gruwelijk van. Oh, nee. Ah, Stevie, je hebt een blooper. Ja, niet zo'n kleintje ook niet. Dit is het punt dat ik echt niet meer uit mijn hoofd weet van, goh, waar zat nou ook alweer een maan, waar zat geen maan? En dat ik dus doelloos rond zou gaan lopen. En daar heb ik weinig zin in om dus doelloos rond te gaan lopen. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga heel eventjes kijken of ik nog snel weet waar dat mijn paarse muntjes zaten. Vind ik dat niet, dan ga ik jullie laten zien hoe dat het amiibo gebeuren een beetje werkt. En ja, knip. Ah! Kijk nou toch eens. Bij deze grote pilaar, als je hier dus zeg maar omheen loopt, dan zitten hier 3 paarse muntjes verborgen. Sneaky, maar ze zaten daar inderdaad. En ja, die vind ik hier gelukkig nog toevallig. Dus fijn. Wauw, hier zitten er ook nog 3. Gewoon aan de achterzijde van het huisje. Nou, wat leuk. Volgens mij zaten er hier nog ergens 2 of 3 of zo die ik vergeten ben. Trouwens, ook wel grappig om te weten. Deze vogel. Als je daarmee praat, dan krijg je een hint van wat een ware maan zeg maar, zich zou kunnen vinden. Ik kan er wel eentje laten zien. Maar welk geheim ben je op zoek? Nou, ik weet het. Ik weet het. Nou. Hier is een hint. Een geheime ruimte in de ruïne. Ik hoop dat je hem vindt. Dus ja, hij geeft eigenlijk dus een hint over. En het geheime gat in de ruïne. Ik dacht dat ik die al had. Maakt niet zo blij. In ieder geval, deze hebben we... Hebben we deze al gedaan? Oh nee, volgens mij is dit Fulurama. Hebben we die niet al gedaan? Waar hebben we deze al gedaan? Kom hier. Nee? Hier dan? Hier trilt het heel extreem. Nee, deze hebben we nog niet gedaan. Zo vervelend als je dus een trilling onder de tegels. Maar zo erg vervelend dus als je dus een testfile hebt gedaan en dan denk ik zo van, oh ja, wacht heel eventjes. Maar volgens mij hebben we deze al gedaan. En blijkbaar hebben we deze helemaal nog niet gedaan. Maar goed, ik was heel eventjes deze gebouwen heel even goed aan het afstruinen. Zoals je dus ziet, hier liggen heel erg veel paarse muntjes. En je hoeft maar net de verkeerde angle te hebben en je mist het gewoon. Oké, hier zijn we dan. Bij de Toad en bij de Amiibo. Ze doen allebei praktisch hetzelfde. Alleen de Amiibo, het verschil met de Amiibo is van op het moment dat je dus bij meneer Amiibo komt, dan is het... Hallo, kleine. Noem mij maar meneer Amiibo. Leuk je te ontmoeten. Heb je toevallig 1 of meer Amiibo? Zo ja, dan kun je ze hier gebruiken. Ze zijn namelijk extreem goed in het opsporen van manen. Bovendien kun je met bepaalde amiibo een bonus outfit krijgen. Leuk toch? Dus hoe zit het? Wil je 1 amiibo op zoektocht laten gaan? Nou, dat wil je dus inderdaad doen. Je kunt 3 amiibo's tegelijkertijd doen. En als je dat doet... Ik pak even mijn link amiibo. Ja, Link, wat leuk. Nou, Link die gaat dan dus inderdaad op zoek naar een amiibo. En 5 minuten later dan staat daar het amiibo het amiibo tekentje staat er dan boven. Van, hey, we hebben informatie voor je. Dus ik zal er nu gelijk 3 scannen. Net zo makkelijk. En we knippen zo weer naar voren. Oh ja, ik zit even snel te denken jongens van de geheime ruimte in de ruïne. Wat de papegaai ons zo heel mooi voor heeft gefluisterd. Je ziet hier die ingang. Ik zat echt zo van, wacht eventjes, ik ken die, daar hoef ik nog niet de marker voor te hebben. Die zit gewoon hier. Woepsa floeps. Nou, sowieso weet ik er nog eentje te vinden. Daar hebben we de nieuwe outfit voor nodig, maar ik hoop eigenlijk eerst gewoon die 5 paarse muntjes te vinden. Want ja, we hebben de ruïne nog niet echt helemaal doorlopen verder. Dus ik denk dat ze hier zitten. Maar ik weet niet zeker. Dus ik zoek nog heel eventjes verder, want ja, ik moet toch 5 minuten wachten voordat, voordat de amiibo's geactiveerd zijn. Dus.
Ja, deze kunnen we ook nog wel doen. Eventjes in dit gat springen. Mij niet gezien. Mij wel. Hier zit namelijk ook nog een maan. Als je de baas hier hebt verslagen namelijk, dan komen hier zombies. Of ja, zomboomba's. It's in die trend. En als je er een paar... Nou ja, je kunt er niet echt makkelijk op springen. Maar je wilt er dus eigenlijk een paar... Ja, eigenlijk onmummificeren. En dan zie je er van eigenlijk dadelijk eentje in één keer een sparkle geven. Gaan we nou dood op vijanden, really? Ja, ze zijn creepy, maar... Oké, waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Kom op. I'm not gonna die here. I refuse. Oh, dat is hem, dat is hem, dat is hem. We hebben hem nou toch? Bijna. Ik heb hem. Gewoon opspringen. Cutscenes. We hebben weer cutscenes. Kijk, ik heb hem. We hebben hem aan, de vloek van de mummy. Yay. Hoezee. Al ben ik echt bang dat ik... Auw. Die laatste 5 muntjes, dat echt, tot dat een heel groot probleem gaat worden. Al heb ik het vermoeden dat die in de ruïne zitten. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat was een behoorlijk end. Inderdaad, iets in die trend. Dus, nou ja, in ieder geval, ik denk dat de 5 minuten wel op zijn. Dus we kunnen weer op weg naar de Amiibo. Maar dan is er wel één ding wat ik eerst moet gaan doen. Normaal gesproken zou ik dit pas doen als we alle muntjes hebben. Maar aangezien dat we nog steeds 6 muntjes te gaan hebben... Waarvan ik denk dat ze in de ruïne zitten. Je wil dus inderdaad naar de Purple Coin Shop. Nou, dan kun je dus 2 verschillende outfits kunnen we hier kopen. Die kopen we gelijk allebei. Maar het belangrijkste is dat we dus heel eventjes de eerste outfit die we nu gaan dragen. Dat is deze met de sombrero en nou ja, eigenlijk wat dus zeg maar de locals hier dragen. Dit is een van mijn favoriete outfits trouwens. Dit is mijn. Ik hou van de... Ja... Ik vind dat een van de leukste outfits die er is. De cowboy look. Vind ik altijd wel grappig. We dragen hem nou nog niet. Maar dat heeft ook een reden. Die laat ik jullie dadelijk wel zien. Ja, die willen we ook alvast kopen. Opbergen die op. We kunnen deze alvast kopen. En ja, dat laatste dat kunnen we pas kopen als we alle muntjes hebben. Maar... Die 6 muntjes, die gaan lastig worden. Maar goed, in ieder geval. De reden waarom dat je deze outfit wil dragen... Och, wat leuk. Nou zijn we niet meer de Mario van de table. Zeg gewoon het woord table. Doe niet zo moeilijk. Uh-oh. Am I going to have a problem now? Goed, in ieder geval. Er is dus een feestje. En we zijn alleen maar uitgenodigd... als we de juiste kleding dragen. Kleed je zoals wij en wij kleden... Oh, wacht even, dat is Cappy stem. Kleed je zoals wij en dan kunnen we ons kleden en feest zoals wij feesten. Wie de juiste kleren draagt is van harte uitgenodigd. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen, zie ik. Want je bent hip, fleurig en vrolijk. Kom alsjeblieft, vrouw, binnen. En als je dan binnenkomt, dan, ja, dan staat daar een maan voor je te wachten. Wat lief. Kom hier, laten we dansen. Nooit geweten dat Mario zo goed was in gitaarspelen, maar... In ieder geval, zo krijgen we dus alsnog een maan. Nou, ondertussen weet ik bijna zeker wel dat onze Amiibo's klaar zijn. En dan kan ik jullie ook gelijk laten zien hoe dat die gimmick werkt, want ik heb nog steeds de Amiibo's niet gebruikt. Want die mummy die kwam in één keer van... Oh ja, wacht even, dat is nog een ding. Toen ik op zoek was naar de paarse muntjes. En net zoals deze, dat was ook nog een ding. Ja, oké, kijk. Of hebben we nou alle manen al? Please, zeg maar niet dat we alle manen al hebben. Ik heb nog niet eens met jou gepraat. Oké, wat hebben we gemeen? Kom maar. Kom maar. Oké, er zijn nog maar 2 te vinden. Eentje in de ruïnes. En eentje daarboven. Hey Mario, om Prinses Peach te helpen ben ik allemaal locaties aan de kaart aan het brengen. Maar voor dit koninkrijk kan helaas geen hint meer gevonden worden, want we hebben alles gevonden op 2 na. En 6 muntjes na. Dus, nou ja, zoals je ziet, je krijgt dus een kruisje te zien. Eentje die staat bij de talker toe. Het grappige is, die wisten we.
Want deze staat niet bij de token toe. Deze die staat bij het zaadje dat wij nog niet gecollect hebben. Dus we hebben er maar eentje eigenlijk gemist. Want wij hebben deze zaad nog niet gecollect. Wat een lol, wat een lol. Maar de laatste die we dus niet gecollect hebben, die zit dus bij de ruïnes. Nou ja, er is er nog eentje die heel secret is. En aan de ene kant... Ja, we zijn er nou toch, weet je wel. We kunnen dat net zo goed gaan doen. Maar die laat ik jullie zeker heel eventjes zien. Waarom ook niet. Eens eventjes kijken. Waar zit hij hier precies? Ik dacht dat hij bij de ruïnes zat, toch? Oh nee, die zit hier bij de zeshoek. Ik zie jullie daar. Ah, ja, tuurlijk. Logisch dat we deze vergeten zijn. Hetgeen wat je hier moet doen is gewoon je pet aan zijn staart gooien. Omdat het hier sparkelt. Helemaal vergeten. Dit is de enigste die ik vergeten ben. Maar dit brengt mij wel tot een trouble voor de paarse muntjes. Want er zijn hier dus nog 6 paarse muntjes te vinden. En zoals ik al zei, deze wereld is gemeen qua paarse muntjes. Want ja, je hebt gezien waar sommige paarse muntjes wel niet gelokaliseerd waren. Ah jongens, toekomstige ik hier nog weer een keer eventjes de editor. Ik heb echt veel te veel tijd eigenlijk gespendeerd. Maar de 6 muntjes die zaten in de piramide van de 2e aflevering. De manier om terug te komen in de piramide, dat is via de slingshot. En ik baal als een stekker dat ik dus deze 6 muntjes hier vergeten ben. Dit is gewoon echt pijnlijk. Ik heb echt, ik weet niet hoe lang lopen te zoeken. Plus nog eens een keer de blunder van de echo. Maar in de piramide, op het moment dat je daar naar binnen toe gaat. Hier vinden we onze 6 muntjes. Dit eerste stuk niet. Dit eerste stuk, dat hebben we gek genoeg goed gedaan. Maar ik wil jullie toch de hele procedure laten zien. Sowieso is deze video ook ietsje langer dan de andere video's. Dus het was een beetje, ja, ik wil niet beginnen in de volgende aflevering. Bij een, bij dezelfde wereld om vervolgens naar de andere wereld toe te gaan. Leek me leuk om de volgende wereld gewoon te starten in de volgende aflevering. En ja, we hebben alle manen hebben we nu eigenlijk hier dus te pakken. Dat zegt ook Toad, weet je wel, van ik kan hier geen nieuwe manen meer vinden. In ieder geval, we gaan hier deze warpipe in. Dit herkennen we nog van aflevering 2. Maar als we dus richting de bullet bill schieten gaat, dan zie je daar muntjes verschijnen. En daar zitten onze eerste 3 muntjes. Zo. Maar dan zitten ze dus hier verborgen in een richteltje. En daardoor hebben we dus alle paarse muntjes gevonden. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Links zoals altijd staan in de beschrijving. Discord, Twitch, onze voice acting gig. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!